Oké, van Nieuwtij. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Prison Architect, de Vagrevink. Zijn we hier gebleven waarbij we volgens mij deze veilige omheiningen hier omheen aan het bouwen waren. Dus dat is nu al bezig. En wat staat hier? Ah ja, dat moet nog geplaatst worden. Oké. Dat gebeurt dus vanzelf. Nou ja, we zijn dus bezig met de veilige omheining om deze prisoncellen dit te plempen. Dus dat wordt ieder moment wel een keer gedaan. Oh ja, we hadden ook dit geregeld, dat we iets grotere yard hadden. Ja, we hebben nog steeds niks kunnen plaatsen op een of andere manier. Nou ja, wie noemt het nog een keer? Een normale beveiligingspersoon ding in ieder geval komt er nog aan. En nou ja, we gaan eens even zien. Nou, 100. Zou wel betekenen dat we nog één ding nodig hebben, denk ik. Dus ik ga alvast wel even de blauwe drukken tekenen, lijkt me wel handig. Lamplozen. Die zit nu zo te knipperen in een muur, dat is ook een beetje apart. Hier weer 4x5. Nee, 4x5. Maar de clone tool die wel heel goed werken, dus dat scheelt. Maar ja, het gaat toch wel eventjes duren. Oh wacht, ik ben hier wat vergeten. Zo, dat is beter. Even kijken hoe zit het met ons. Oké, we hebben geen blauwdrukken. Stil. Kloon dit. En ik plaats dit gewoon daar neer. Dan hebben we genoeg voor 100. Even kijken. Zo onze ding dat kunnen houden. Ja, dat moet wel kunnen, denk ik. Oké, dat staat. Mooi. Alleen nog maar eventjes te klonen. Onvoldoende geld. Dat moeten wij even wachten. $4500 ongeveer. Dit moet wel goed komen, denk ik. Hoop ik. Oké, nog een paar uurtjes wachten. En dan hebben we het. Godsamme. Daar heb ik weer geld nodig en dan gaat er weer geld af. Daar word ik echt gek van.
Ze vinden nogal wel veel spullen. Laten we even kijken wat er allemaal meegevonden wordt, nu we toch bezig zijn. Top. Ook even nog waterleiding eventjes neerplempen. Leek wel alsof er een rel uit was gebroken. Nou ja, het zit niet echt heel erg dichtbij een rel, maar. Oh god. Hier een paar mensen die agressiviteit moeten tonen. Dat toch? Ik dacht maar even zo'n deurtje is, het is wel makkelijker. Oh god, wat nou weer. Prachtig. Dit is er niet op te doen. Wonder dat het ook zo lang duurt. Dit wordt nu gemaakt. Er zijn nu heel wat meer gevangenen erbij. Een beetje kloten, want ik heb niet zoveel plek. Maar ja, dat zal vast wel goed komen. Oh. Oké, die buren worden nog allemaal eventjes goed neergeplempt. Lekker, weer een beetje geld. Subsidie.
dan mogen ze maar één keer eten. Dus. Ik doe gewoon deze 3 uurtjes en dan mogen ze wel wat in slaap. Oh. Zo. En dan moet dat nog eventjes. Hoe doe ik dat ook weer? Hier. Laag. Laag. Procent. Oké, dan mag deze ook verbind worden. Verbonden. Poep. Nou ja, top. Ik zou er nu dit cellenblok erbij kunnen neerplempen. Achter iets. Of we gaan even de bed veilig omheilen. En waarom zit hier geen water? Dat die waterlijn niet is aangesloten. Oké, ook goed. Ik ga ervoor om de veilig omheining even af te maken. Alleen al deze muur en dat is nog net iets te duur. Kijk, dan lijkt het een deur vanaf deze kant het handigst. Vanwege dat dit nog best wel een stuk omloop is, lijkt mij. Dit kan natuurlijk wel veel handiger zijn als ik gewoon 2 celblokken regel. Dat is wel ietsjes makkelijker, denk ik. Dat scheelt me ook weer problemen later. 1 ontsnapping, hoe? Vanaf daar. Heeft dat mee te maken dat ze hier gewoon overheen zijn geklommen? Dat zal het kunnen zijn. Oké, dan maken we dit nog eventjes binnenkort als een cellblok. Dat is wel een handig idee, lijkt mij. Ja. Dan maken we hier nu al mee nog eventjes een beetje een gedeelte van de veilige omheining. Vanaf hier naar daar. Dit is dan 1600, oh, oké.
Het is wel beter als we hier gewoon eventjes een persoontje hebben staan, maar om veiligheid toch nog een beetje omhoog te houden hier, dat ze niet ontsnappen met zo'n soort kleding of zoiets in die richting. Veilige omheining. Oké, dan is dit in ieder geval heel veilig. Dus ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like, abonneer kanaal en zie ik volgende keer weer. Later.